We hebben het mooiste deelnemersveld ooit. Ja, Rafa Nadal, ja, super dat hij meedoet. Het is alweer 12 jaar geleden dat hij bij ons heeft gespeeld. Wij willen eigenlijk heel graag dat hij op de winnaarsring komt. Het mooie aan Nadal is als hij zich goed voelt. Want ik weet dat zijn coach en ook zijn manager, dus oud-speler Carlos Costa, die hamer erop van niet te ver achter die baseline staan. En aan de ene kant begint hij daar wel eens, maar uiteindelijk als hij zich echt goed voelt, dan gaat hij een beetje in de buurt van die baseline staan. En dan probeert hij ook een beetje in te stappen. En dat doet hij vooral, iedereen let op zijn voorhand. Maar ik vind vooral zijn backhand cross, die kan hij zo snel nemen. En dan kan iemand vastzetten met zijn voorhand in de backhand hoek. En dan opeens stapt hij met die backhand en slaat hij hem cross weg. Dus dat is de manier voor hem, zeker op de snellere baan, om te winnen.